Elisabeth Vink is een zakenvrouw. Een kinderloze vrouw. Maar bovenal iemand die in het stadium zit van haar leven waar ze liever waarschijnlijk niet had gezeten, maar in een soort transitzone noem ik dat. Het is een vrouw die altijd alles onder controle heeft gehad en die denkt, die bijna zelfs flirt met de dood, die zoiets heeft van ik kijk u in de ogen, ik ben niet bang voor u, ik ga je sowieso voor zijn, tot dat puntje bij paaltje komt, wat meestal zo is in het leven. Als je in een grote crisis terechtkomt, of het is oorlog, of het is een scheiding, of het is een ziekte, dat je eigenlijk nooit weet hoe dat je gaat reageren. Maar in dit geval was het scenario al geschreven, dus ik wist hoe dat Elisabeth ging reageren. En dat is... je houdt uiteindelijk toch aan het leven. Ja. Het is een super fascinerend personage. Haar moeder is met de Noorderzon vertrokken. Ze is eigenlijk in concurrentie gegaan met haar vader. Haar hele leven. Dus laten we zeggen dat ze een olifantenvel heeft gekweekt. En als vrouw in concurrentie gaan met een man, dat is sowieso al iets. Maar ze heeft dat ook goed gedaan. Ik bedoel op financieel vlak en zo dan. Maar emotioneel... Ik denk dat het iemand is die wel vrij goed alleen kan zijn, maar het is wel in het extreme. En daar gebeurt wel iets dan. Als ze in die praatgroep komt, waar ze in eerste instantie nooit zou naartoe gaan, waaruit nieuwsgierigheid is zoiets heeft van, wie is dat daar, die vrouw van die dokter van mij of die ex-vrouw? En daar zet ze de boel een beetje op stelten. Maar wat daar mooiste aan is, is dat gegeven van aan het leven vasthouden. En ze zegt dat ze euthanasie wil. Ze is daar ook van overtuigd. Ze regelt dat ook zo. Maar ondertussen blijft ze nog kunst verkopen, procederen. Doet ze eigenlijk allemaal dingen die voor beweging zorgen. Die eigenlijk heel hard het leven zijn nog. Ze zegt dat ze dood wil, maar ze blijft heel hard leven. Ja. In de voorbereiding ernaartoe brengt u zelf aan een soort van staat. Dat is gelijk of je zwanger bent en overal zwangere vrouwen ziet. Dan merkte ik dat ik heel veel mensen met kanker hun verhalen... aanhoorde, omdat ik die ook opmerkte. En natuurlijk ben je dan dubbel nieuwsgierig en dubbel... Ik heb ook een dagboek gelezen van een kennis van mij. Die me heel veel schroom heeft gegeven, maar wel super lief. En dat heeft ook wel... Maar voor de rest is meer een state of being, is meer inderdaad bezig zijn met die sterfelijkheid. En bezig zijn vooral met hoe dat personage daarop reageert. Want doodgaan, bedoel, hoe kun je daarop voorbereiden? Kun je daar niet op voorbereiden? Nee, dus dat en ik zeg het, ja, iets meer daarover gelezen wel en dat dagboek en gesprekken. Maar voor de rest, ja, is Lizzie doorgronden. En ik wil elimineren, dus hoe zou iemand, ja, je kunt het ook maar verzinnen, maar ze was wel vrij duidelijk in haar zijn, moet ik zeggen. Dus ik heb mij daar heel hard op geconcentreerd. En dat was ook een uitdaging, want het was niet zo gemakkelijk. Zij is een eiland op zich. Hè. Zij is eigenlijk de enige die geen context rondom zich heeft. Je ziet die vader bijvoorbeeld ook nooit. Dus je moest die vrouw wel aards maken of zo. Toch. En het is al zo'n uitgesproken personage. Dus daar zat ik, dacht ik van, dat moet ik een goede... Hoe zoek ik dat? Hoe doe ik dat? Ben ik heel hard mee bezig geweest. En qua voorbereiding Japans leren ook natuurlijk. Dat is echt... Dat was heel moeilijk. Dat was super tof, maar heel moeilijk. Er is er ook een professor langsgekomen. Ja, en voor de rest, ja, ik denk, ja, over die sterfelijkheid nadenken. En dat zo een beetje incorporeren of zo. Over die transitzones nadenken. Want dat vind ik mega boeiend als alles wegvalt en iets doet er echt toe. Wat er dan gebeurt met mensen. Heel veel mensen krijgen eigenlijk een grote kracht en zitten in een soort veld waar alleen mensen die daar ook zitten, dat je dan elkaar herkent of zo. Want het zijn de mensen die denken, shit, het leven gaat door en ik sta hier of zo. Alles draait alsof er een camera rond je draait. En dat is aan de wereld. Maar jij staat stil in een bewegende wereld. Vandaar ik zeg transitzone. Dat vond ik er heel schoon.
In het begin was het wat awkward, omdat we zo moesten zoeken. Ik had met niemand echt al samen gespeeld. Ik zou kunnen nog heel foute dingen zeggen weer, maar ik denk het niet. We hebben dat ook gebruikt, dat aftasten en wie is wie. En dat is ook heel duidelijk in de film. Misschien heb je kennismaking, je hebt dan en dat vordert. Dus moeilijk was dat niet, maar... Ja, en dan is natuurlijk de regisseur die dat in beeld brengt zoals hij dat in beeld wil brengen. En kut wat dat hem kut en wil vertellen. Maar als het puur over het spelen gaat, ging dat inderdaad heel mooi vanaf. We hebben dat ook continu gedaan. Van aftasten naar... hoe meer dat eruit kwam, hoe makkelijker dat de houdingen ook werden. En hoe meer dat je toch begaan werd of zo. Controle over alles willen en zo ver gaan. En dat heb ik wel moeten opzoeken. En ook de manier waarop ze de mensen echt... She doesn't care, hè. Dat was wel... Ja, dat heb ik toch even... Maar dat is leuk, hè. Dat is eten en drinken. Zij gaat dan wel op dat moment op zoek naar mensen die zo zijn. En denk van, wie zou ik nu... Wie zou er die neiging hebben? Wie is er zo rechtlijnig in haar denken? Want dat is alleen maar... Ja, dat is onze job, hè. Maar het is niks leuker dan iets wat je zelf niet durft. Want je hebt alles in je, tuurlijk. Om dat dan even uit te vergroten. Er was ook een goede concentratie in. Dus het is niet dat we het onderwerp buiten de scènes heel hard meenamen of zo. Maar, ik zei het, je blijft wel op het moment dat je de film draait, in een soort van state of being toch wel. Goh, ik denk dat ik daar misschien... Door de scheiding ook, omdat dat ook een soort transitzone was, ik heb daar heel veel aan gehad, dat ik dat sowieso een beetje bij mij draag of zo. Omdat dat toch ook iets is die sterft en die verdwijnt. En die... Uiteindelijk gaat het daarover, we hebben nu kanker als voorbeeld genomen, het gaat over afscheid, het gaat over rouw, het gaat over wat komt er voor in de plaats vooral. Wat heel schoon is, want het leven gaat verder en alles blijft veranderen en bewegen. Maar elke rol die je speelt, brengt iets bij. Dus zeker deze rol ook. Dat niet twijfelen en dat voor iets staan. Just say it en geen kwats en geen zever. Dat is... Dat werkt heel verfrissend, ja.